bounds. En hallo allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Mijnen met Gevoel. Mijn naam is Michael en we gaan vandaag Timo pranken. Want zoals jullie weten, ik ben geprankt door dat seks-slet-huis-ding, weet ik veel. En er zit toch iemand naast me, misschien horen lachen af en toe. Maar ik ben nog wat vergeten, want ik wou bordjes meenemen. Moet die even maken? Nee. Ja, of ik had wat oud van hem. En ik ben ook verder gegaan in de koepel, maar dat laat ik in een andere aflevering wel zien. Dit, zo. En laat ik meteen bordjes er gewoon van maken. Zo, hoppa. Ik heb er nog 8. Ja, boeit me niet. Er stonden nog 8 bordjes. Oké, leuk. Zo. Dan maak ik nog een paar, niet te veel. Hoppa. Hoppa. Daar heb ik wel genoeg aan. En dan doe ik inderdaad dit hout even terug. En dan neem ik die bordjes mee. En dan heb ik wel weer genoeg. Dus we gaan Timo pranken. En ik heb wel een idee. Als ze chesten onder de grond houden. Waardoor hij dus fucking erg gaat zoeken. Hebben ze vroeger op een hele oude server van mij. Hebben ze dat ook een keer gedaan. Oh ja. Dat was echt een hele tijd terug. Ik leef tijdelijk even op carrots. Hey Pikmin, doe Pikmin. Wat is dit? Van wie is dat? Ik denk van Rick. Van Dave. Ja. Ik ben al een hele tijd niet online geweest. Best wel jammer, maar ik was even farming verslaafd, sorry. Kan ik niks aan doen. Zo. Nee, ik was bezig met coal blocks. God. Hè? Dat is cool. Iemand is bezig met een nether hub. Maar wie? Fucking vet. Maar die coal blocks die waren voor mij. Voor mij, hè? Wat is dit? Gras. Lol. Voor beesten. Waar was Timo heen? Deze. Weet ik niet. Voor mij wel, ja. Timo was daarmee bezig, maar ik wil graag mijn coalblocks weer terug. Of iemand die het weg heeft gehad. Wat is dit? Wow. Lekker in de netten, veilig. Ja. Heel slim. Brandt ook niet over zijn. Nee, daarom. Ja, dus de weg naar Timo. Ja. Ik hoor een gast. Wat is dit voor zijn paard? Is dit ook voor zijn paard? Nee, niet voor zijn paard. Hier is een half nether fortress. Ja, gewoon echt op doorheen. Want René was vandaag gezellig bij me voor een nieuwe opneemsessie. En wat de serie is, ga ik nog even niet vertellen. Dat wordt nog een geheimpje. Tenminste, een geheimpje. Ja, geheimpje. Daar ga ik nog niks over vertellen. Wie weet komt die. Waar heb ik voorlopig nog geen tijd. Zit je er helemaal op te verheugen? Zijn oude portal misschien. Ik hoop het. Echt dat iemand moet zo kunnen naar diezelfde weg. Heb die gewoon uitgemaakt. Ja, ik ga hier nu. Oh. Wat? Lol. Vliegende fireball. Wist je nog die oude server? Fireball. Met Tim. Timo wil dat het houden. Dus ik zou hem wel een beetje veilig stellen. Anders gaat iemand anders me straks vertikken. Nou, dat ding kan je ook met de hand wegschieten. Oh. Ik ben echt fucking overbelicht, man. Dat is niet gezond. Maar ja, boeien. Hoe ver is dat naar Timo? Dat is echt een bokend. Ik ben er denk ik onderhand al bijna. Je moet nog op voor mijn bocht om. Kijk, ze mijn hond. Ja, dan pak wat van hem, hoor. Ik krijg bij mijn farm krijg ik 9 stacks. Hoeveel? 9. Mensen zijn tegenwoordig zo gek aan het worden. Maar heb je nou ook al een apart huis gemaakt, of niet? Ondergronds. Niet hetzelfde als mij, hè? Nee, heel anders. Maar goed ook. Wel ook met een soort van kamers en zo. Ik ben hier nog nooit geweest. Wat is dat? Lol. Overworld Gold Farm. Ga dood. Weet je hoeveel chesten, man? Succes! Hier is een kippenfarm. Die laat gewoon zitten. Ik heb het huis gemaakt, die loopt. Oh, maar dat is fucking groot wat die ging maken. Ja, het ziet er wel vet uit. Ja, maar iets wat die klaar is. Weet je hoe lang het gaat duren? Ja, lang. Ik denk toch dat je ze twee diep moet doen. Anders merkt hij het, snap je? Mm-hmm. Want dan zit hij te kijken. Oh shit. Hoe lang gaat dit duren? Kapot lang. Oh, deze kan wel. Hij moet heel diep, hè. Komt hij online, weet je wel. Dat zou echt kunnen. Hey, Timo.
Wij zijn niks aan het doen. Ga maar even weg. Oh, 2 stacks aan voor jou. Oh, ja. Ah, 1. Boeit me niet. Nul. Oh, een beetje diamond armor. Oh, dat moet je dan ook... Oh. Ja, ik doe alles terug hoor, Timo. Komt goed. Er lag ook nog een broek daarboven. Ja, klopt. Ik moet even wat oppakken. Hoppa. Ik heb ook kapot veel chest. Ik denk dat ik er meer heb zelfs. Is alles wat er nog lag? Ja, kom maar. Had er niet heel veel in. Hier zit niks in. Oh, die is nog helemaal makkelijk. Die haalt hij ook gewoon even weg. Ja. Nou, dit was het. Ja. Best. Er zit nog wat in, ja. Al die spullen. Waarom zoveel? Wat hebt hij eraan? Maar hij moet echt niet online komen, dat zou echt kut zijn. Maar dat is bij iedere pranker zo. Zou ik hem appen, kom je online? Nee. Zometeen. Als je dat doet. Zometeen even klaar zijn. Ja, dan moet ik even een fishable potion maken. Maar dat is wel vet hoor, als alles weg is. Nou, voor ons is het vet, maar voor hem niet. Oh shit. Hij heeft voor mij ook een stekje gehad, dus. Hier wordt hij boos om. Ja, dit heeft hij helemaal gesorteerd. Dat stekje heeft hij voor mij in die iron. Oh, dit gaat hij niet leuk vinden. Nee. Oh shit. Wat is nou terug? Kapot verlapen is. Ah, boeit me niet. Ah, gewoon looting, hè. Ik bedoel fortune. Fortune. Ja. Oh, hoe lang zijn we al bezig? Pas 6 minuten, dan rijden we makkelijk. Ja, tot en met die online komt. Ja, maar hoe laat is het? Ja, maar hij moet ook nog eten, hè? Ja. Gewoon alles, ja, gewoon alles. Ik wou net zeggen, gewoon alles. Heb je een silk touch mee? Nee. Die zit in je ender chest. Oh, nee, dit is best lullig, hè? Als die... Wat? Als die straks gaat kijken en je hebt de silk touch niet mee. Hoezo? Nou, dan kan hij niet meer pakken. Wat had hier ook onder? Is dat een furnace, toch? Ja. Dan een crafting table. Maar andersom, maar dat maakt niet uit. Dan moeten we kool in. Dan hebben we de crafting table. Dan moet ik bij horen met silk touch. Anders ben ik een lul. Ah joh. Zo. Dat waardeert hij denk ik ook niet meer. Zo. Nou, het schiet wel aardig op. Eén reis weg. Hier is het niet zo heel veel meer volgens mij. Nee. Nou, kijk nog eens die bovenste. De bovenste. Nee, de bovenste. Hm? De bovenste. Kijk, de bovenste. Chest. Wacht, ik moet even iets gewoon aan hem gunnen. Behalve mijn pickaxe. Ja. Nee, die heb ik ook nodig straks. Nee, want dat valt op. Dat moet je juist niet zeggen. Je bent geprankt. Nou, oké, kijk maar even. Want ik moet hier chesten. Nee, heb ik al. Dus je kan wel die signs gewoon houden. Hij heeft nog 12 chesten erin zitten in die chest. Dirt. Oh, dat wordt wel kut. Even bij jou hoeveel. Wat? Hoeveel ik heb. Hoeveel dirt? Ja. Of nee, hoeveel chesten. En tijd. Ja, dat boeit me niet. Oh. Oh. Ah nee, dat is kut. Ik schrok me kapot. Ik niet, ik zag hem. Ik dacht, daar is Timo. Dat zou echt geniaal zijn. Dat is hier gewoon kapot slaan, weet je wel. Hey. Hey, en de chest. Wat moet dat nou hier? Oh. Dat is echt niet normaal. Echt een pering zo in je chest. Nee, nu al helemaal. Tering. Wat een troep. Ik denk een beetje loop greenen. Denk het. Hoe komt dat daar? Even serieus. Nou, dat bukt. Maar ik moet wel echt bij jou dat alles teruggaat, anders dan wordt hij echt helemaal wauws. Nou, ik denk als hij een glaspot om meeneemt, dan... Ah, boeit het niet. Dat boeit hij niet zoveel meer. Ah, oh, die kan je wel meenemen. Nou, weet je, duur kwarts is. Ja, kwarts wel, die moet je wel maar teruggeven. Dit vindt hij helemaal mooi. Dat is jouw idee, hoor. Ik zeg alleen, kom, we gaan Timo pranken, maar jij zegt dit idee. Ja, oké. Okay. Maar ik vind het wel... Nee, maar je zegt, nee, het is jouw idee. Heb ik alles? Ja. Ik denk het wel. Kijk, heeft hij Barry? Ga eens kijken tussen zijn zwaarden. Heet er een Barry? Die heb ik gegeven. Ja, weet je, die heb je mij ook gegeven. Oh, je hebt ook een Barry. Ik zou... Oh, zo gaat hij dood? Dat heb ik ook al 4 keer gehad, hoor.
Al Pim, waar de klootzak al mijn bed weg. Ja, ik kan zijn spawnpoint wel hier zetten. Echt? Ja. Maar dat kan alleen ik. Dat is niet cool. Ja, maar je moet even bij iedereen... Waarom zijn er trap chests? Jazeker. Die vier. Ja. Lol. Hé, hey, ga eens even terug doen. Waarom zet ik weer dingen neer? Dat moet helemaal niet. Nee. Alweer opnieuw. Lalalala. Barry. What the fuck? Ik wist even geen naam, ja. Is hem ook voor mij? Waarom gaat dit zo lang duren? Staat er alert 2 op die visengel? Nee, hier zit niks op. Oh. Nou, ik ga niet lang doen. Oh, je bent pas 10 minuten bezig. Ja. Wat zat erin? Awkward potions. Awkward. Je weet dat je het één te vroeg... Oh ja, ja, die moest wel. Dat gaat niet. Is dat een bug of zo? Shift. Kut skeleton. Je zag hem eerst niet. Nee, ik hoorde hem wel. Je moet eigenlijk moeien. Nee, want dat valt denk ik te veel op. Al ga je nu gewoon ze. Hoe noem je dat? Ze deur. Deze bed? Of ga je die verstoppen? Dat ga ik wel doen hoor. Ja? Ja. Maar heeft hij hier een spawnpoint of niet? Nee. Hé, hey, van wie is de shovel? Van jou. Nu van mij. Nee, die is niet van mij hoor. Die is niet van mij. Nou, laat gewoon in de, doe hem gewoon in een andere chest. Dat is niet van. Ja, die moet hier weg. Die pijl. Arrow. Ja, komt door die mop. Zijn boog heeft hij mee, denk ik. Zou je eerst even een spampoort hier neerzetten? Nee. Dit is zo kut voor hem straks, hè? Ik vind het zo mooi. Als hij het niet kan vinden. Weet je wat zo mooi is? Nou. Dat jullie mij niet kunnen pranken, jullie hebben mijn koorts niet. Nee, maar op een gegeven moment, je moet het je moet een nether portal maken, hè? Ik heb al een nether portal. Ja, maar naar de spawn ook, hè? Ja, maar even serieus. Dat moet. Ik nee, ben dat moet. Ik ben wel een beetje de enige die al ging. Met Tim. Nou, ik val Tim heeft bij mij ingetrokken. Mag niet. Hoezo niet? Bij wie zit hij dan? Welk team zit hij dan? Hij heeft geen team. Nee, maar hij zit toch niet op de server? Wel? Oh, dan moet ik hem nog even bannen. Hoezo? Ja, hij was toch niet op de server en zo. Hij was niet bij de opening, en, want dat wou hij niet en zo. Nee, dus. Ja, natuurlijk mocht hij wel. Nee. Waarom zitten de boeken bij zijn planten? What the f... Hey, alle carrots teruggeven. Ja, doei. Ik had eten. Die cactus heeft hij ook voor mij. Voor mij? Hoe komt dat daar helemaal? Weet ik ook niet. Ik zag dat het erheen bukte, dus. Help. Oh, was dat een creeper? Maar die doet toch niks. Nee. Ik dacht al, fuck. Oh. Een beetje lijk. Ja. Niet gek. Godverdomme. Nog een keer, alsjeblieft. Oh, jammer. Veel. Zit er veel in de chest? Oh, één keertje. Je hebt niet alles, denk ik. Ik krijg steeds meer chesten erbij. Ja, echt, hè? Ik weet niet waar die zijn chest over allemaal had, maar... Zit hier niks? Nee. En Chambertable. Ik wou net zeggen. Die moet je wel van mijn Silk Touch denk weghalen. Ja. Die boeken. Ja. Oh shit, joh. Nee. Dit vindt hij echt niet leuk. Nee, hij gaat echt haatreactie. Payback, bitch. Zet ik al in bord neer. Ja. Payback, bitch. Punt. Wat stond hier? En veel. Toonk. Ja, of een ponk. Furnace of zo. Dat liedje was ik net aan het luisteren. Het ziet wordt al leeg. Maar die chest ook allemaal nog, hè? Ja. Wat dacht hij daarmee? Oh, dat is al een beetje leeg. Ah, dat kan je gewoon niet. Nou. Hoemoe. Die zou ik gewoon laten staan. Dan ga je alles. Alles dit ook onder de grond. Nee, dat ga ik echt niet doen. Wat is dit? Het is snow farm. Ja, niet zo. Ja, dat doe ik ook. Snow farm niet, maar... Ja, die, ik zou die hier doen. Dit duurt even.
Oh shit, nog aan het water. Dit gaat hij echt niet leuk vinden. We moeten straks alles weer terugzetten. Alles weer zoeken. Ik denk dat het ergste vindt die, die ender chest. Nou, hij heeft genoeg ender chesten. Ja. Hij heeft er altijd eentje bij zich ook, dus. Nee, deze. Ja, tuurlijk. Wat heb je anders aan je ender chest? Je moet er ook eentje bij hebben. Hey zombie. Zombie B. Dit is gewoon hout, of niet? Yep. Dit moet toch ook al wat met bookcases? Ja, heeft hij nou serieus een level 30? Met blijkbaar dan niet. Dan blijkbaar niet. Nee, want hij wel genoeg... Ja. Huh? Nou, is niet meer invindend, maar daar is toch water. Ja. Wilt hij een keer naar beneden springen, staat hij dan boven een beetje... Ja, dat ga je niet over. Dat was in een mobvorm. Dat gaat hij niet overleven. Wordt een mobvorm. Wat? Dat wordt een mobvorm. Ja. Hij zit toch ook boven de nether? Ja. Gebeurt. Ja, hier. Hier moet hij op. Hij gaat dit zo erg vinden, hè? Yep. Je gaat echt helemaal wauws worden. Ja. Vooral morgen is hij er niet, dan moet hij werken. Dus dan komt hij straks op de server. Fuck! What the fuck? Payback bitch punt. Ja, wel genoeg bookcases. We hebben 16. Dit is nog het ergste. Dan gaat hij straks alles weghakken. Pakt hij turbo schep. Haalt hij per ongeluk zo'n bookcase weg. Fuck! Dat kan niet met een turbo scheppen. Nee, oké. Okay. Turbo tap. Ja, wij zijn ook zo aardig om dat gat te dichten. Ja, dat ga ik doen. Oh, ik wou net zeggen, precies een eentje. Weet je wat het mooiste prank zou wezen? Dit. Deze netherport onder ons. Ja! Het is te verkeerd in de wal. Ja, maar... Ja, hij zit toch in een nether misschien. Nee, doe maar niet. Waarom niet? Nee. Dit vind ik al erg genoeg. Weet je nu pokken veel werk hier? Nou, ik heb toch ook pokken veel werk? Waarom? Nou, dit. Maar ja. Daarom de kutste chesten nog, want die moet dieper. Nee hoor. Echt wel, want anders zit die trap toch? Dat boeien. De hele ondergrondse gang. Als die slim is, houdt hij het ondergronds. Ja, vindt hij het zelf niet meer terug. Volgende keer gaan we Rick pranken. Die raged hem helemaal. Ja, maar die neemt niet... Of de, ja, die rit even. Kevin. Zo, morgen. Kom niet even naar me, hoor ik niet. Wow. Nee, maar hoe heet het? Rick, die raged hem helemaal. Dan moet je met hem soort van op Skype gaan. Oh shit, laat maar. Hè? Huh? Moet opnemen. Hoe doet het? Wat? Rick. Oh. Echt een sukkel, hè jij? Fuck jou. Dan moet je dat stukje... Dan zeg je maar een biep. Ja, dat doe je wel toch? Anders is de prank ook mislukt. Nee hoor. Dit gaat Timo ook niet verwachten nu, hè? Op dit moment. Wanneer ga je het online zetten dan? Nou, pas als hij erachter is gekomen, anders is het geen prank. Ja, als ik hem nu online zet. Fuck, dit is natuurlijk de aflevering voor vandaag. Ja, slim! Heel slim, Michael. Ga je een prank video maken terwijl die meteen online moet? Heel slim. Nee, je hoeft het niet. Toch? Potsel. Joh. En nu? Ja, dat gaat dus. Jawel, dat kan wel. Kan wel. Klik, doe wat ik kan. Ja, het kan wel. Maar... Ik zou het gewoon doen. Potzol. Voila. Voila, potzol. Ik zie dus 8 van die killen, van die crash blokjes. Oh, doe je. Meen je deze? Yep. Dat is geen chest. Wat je nou eigenlijk mooi zou moeten doen,
gewoon een spawn egg neerzetten daar. Gewoon zo'n dispenser met zo'n touwtje. Nee, dat is cheaty. Ja, dat weet ik. Maar dat zou wel mooi wezen. Creeper, poang, dood. Michael! Ja? Ik heb niks gedaan. Als die nu online komt, dan heb je het verpest, want dan ziet hij al de plekken nog zitten. Yep. Oh, daar moet ik nog even wachten tot die dingen allemaal weg zijn. Wat? Meegezet. Hoe doe je dat? Dubbelklik erop. Soms wil ik niet. Nope. Wat doet die vent in dat water? Seriously. Oh, ik ben echt nieuw. Wat een rare 51. Ja. Beetje perky. Wat een pleuriswerk. Ja, maar ik krijg er wel wat voor terug. Ja, een boos Timo. Bijvoorbeeld. Ik zit de helft in de hoppers. Dit was hem al toch? Nee, ik zit helemaal niks in de hoppers. Nee, je zit in nog een paar chesten. Huh? Koning Pino joint game. Fuck! Nou, dan zou ik gewoon left als ik jou was. Ja. Dan heb je op zich nu ook al een mooie prank. Alleen dit nog. Wat is dit? Zit hierin? Dat is wat niet. Timo laat even achter. What the fuck? Dan laat ik het ook ondergrond maken. Boeit hem toch niks dat ik dit ondergronds maak. Gaat hij het dan niet meer weghalen? Was het toch kwijt? Hij wil niet eens meer wat er stond. Nee. Die. En die. Je hebt een tas gegeten. He? Je zet hem verkeerd om. Nou, dat maakt niet uit. Ja. Domme. Zo domme. Niks gebeurd. Ik vond het een mooi prank. We zijn nog niet klaar. Ik heb toch nog een paar minuten. Dat weet ik niet. Waarom niet? Oh, wat staat er op dat bordje? Ga eens terug naar dat bordje. Feed me eggs. Feed me chicken. Wow. Dat is veel. Zet hem gewoon op bedrock of zo. Nee, dat is te erg. Weet je hoe lang ik er zelf bezig ben? Ja, met de laatste. Met zijn diamond. Die heb je al gedaan. Ja, nou, kijk toch weghalen, weer beneden zetten. Dat is gewoon echt naaiend. Ja, maar dan krijgt hij van mij toch wel een nieuwe dia als hij die vindt. Oh, ik wil een stekje houden. Ja, ja, hoor. Hou je het wakker? Dat is echt een saai klusje. Die zou ik er gewoon niet bij doen. Ik zou gewoon alles in één chest doen. Ja. Dat is allemaal zooi. TNT. Hij heeft ook niks georganiseerd. Nee, hier niet, maar die net wel met zijn diamonds. Zal ik je één ding vertellen? Of hij bij mijn chest te kijken en deze helemaal niks georganiseerd. Hè? Huh? Er is helemaal niks georganiseerd. Nou, bij mij wel, want ik kan het niet tegen. Ik heb een speciale ziekte. Ik weet niet hoe het heet. Autistisch? Nee. Dat heeft niks met autisme te maken. Waarom pak ik er precies 9? Die had ik bij me. Ik zou 10 komen. Nee, die zou ik laten zitten. Anders lopen die kippen weg. Niet. Oh nee, nee, doe maar wel. Dat is lachen. Feed me chicken, feed me eggs.
was hem. Valt ook niet op. Ja, nee. En een legertje is neergezetten. Ja. Hey. Die gaat ook goed dan. Een beetje efficiënt. Oké, okay, fucking. Oh. Halle. Voor mij was dit het, hè? Of zou ik de poort ook nog onder moeten? Nee. Ik ben nog helemaal niet bezig. What the fuck? Oh. Hoe kan dat ooit zo snel? Ik krijg lek door dat ding. Hoe kan dat ooit zo snel? Nee, er zat nog wat in de hoppers. En er ging er weer eentje dood. Ik ga er ook eentje maken, denk ik. Kippen van. Ja, dat zou ik ook doen. Kippen van mij. Ik zou ook een kip van maken. Bed. Moet je juist een spampoort zitten of niet? Nee, joh. Hier zou ik twee diep doen. Gewoon naast de oven. Ah ja, zo is het ook goed, joh. Gewoon hoeven. Natuurlijk niet, het moet weer allemaal dicht. Ik zou hem zo mooi, ik vind hem mooi. Die? Nee. Anders kom je zelf de dingen terug. Jawel. Hoe dan? Ja, kan wel. Maar hij had ergens glinter steel liggen. Ja, waar staan die chesten? Oh shit, joh. Hiro, nee. Nee, ik zou gewoon stoppen. Ik vind het zo helemaal mooi. Alles gebeurt overal, ik kan het op een manier. Nou, dit was niet een aflevering. Ja, kijkers, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om even een groen duimpje omhoog te doen, te abonneren. En check nu de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering. Van de Man met Gevoel Server. Tot de volgende aflevering. Later. Bounce.